Hey jongens, je bent weer Dennis aka Denniske en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe GTA video. En vandaag is het GTA Online, het is een GTA Online race. En het is misschien wel best wel gek, want in de titel staat er iets van GTA 5 uh, 100% checklist. En dan zul je denken, ja waarom upload je dan GTA Online? En uh, dan kom ik uh, zo meteen nog echt op die checklist. Maar uh, ik vind het leukst om van tevoren toch even uh, iets uh, qua gameplay te laten zien... Want het is, geen, ja, het is geen gameplay, het is een soort van site die ik jullie zo meteen laat zien. En uh, ik wil er niet te veel vertellen. Ik wil eerst even uh, over deze race vertellen. Dus het is een uh, GTA uh, race. Het is een GTA Online race. En ik hoor heel veel mensen zeggen dat ze nog steeds problemen hebben met GTA Online. En ik kan eigenlijk zeggen dat ik daar helemaal niks meer van heb. Ik, uh, kan, gewoon online. ik kan gewoon online spelen. Ik heb op zich niet echt problemen. De connectie is niet top. Dat uh, ligt natuurlijk gedeeltelijk aan mij. En nog steeds een beetje aan de game. De game pas net uit is. Maar heel veel mensen kunnen totaal niet online. Ik heb eigenlijk al heel veel online gedaan. Ik heb al heel veel geld. Ik heb al heel veel uh, auto's, huizen, noem maar op. En um, ja, ik kan daar eigenlijk niet echt mee helpen. Want waarschijnlijk kun je dan vragen. Ja, hoe kan het dan dat ik niet online kan? En jullie bijvoorbeeld wel. En um, ja, daar spreek ik dus voor jullie. Hè? Anders hè, snap je? <laughs> nee, maar uh, je snapt wat ik bedoel. In ieder geval. Ja, ik kan jullie daar eigenlijk niet bij helpen. Want uh, heel veel mensen hebben dat probleem. En uh, ik heb dat gewoon niet. En ik weet niet waarom ik dat niet heb. En uh, jullie wel. In ieder geval, daar kan ik jullie dus niet mee helpen. sorry. In ieder geval, het is een GT Online Race. Het is met de Adder, oftewel Bugatti, juist oranje. Dit is gewoon een stannetje, je kunt die gewoon kiezen. Ik kan ook mijn eigen auto's kiezen. Maar dat heb ik in dit geval niet gedaan. Maar op zich, dit is niet echt een goed voorbeeld qua race. In deze race reek ik dingen in de maat van mij. En ik reed best ver voor. Normaal gezien, als we tegen elkaar rijden, dan is het echt nek aan nek. Maar ik vond op zich wel een mooie race, want die vrij flawless was. Ik maak eigenlijk bijna geen fout. Ik maak één grote fout. En die zien jullie waarschijnlijk uh, zo meteen. Dat is de tweede lap. En samen zijn maar twee laps. Dus uh, het is niet zo'n heel lange race. Maar uh, ja, zoals ik bij het begin al zei. Ik vind het een beetje lullig om uh, een video te maken waarbij je niet echt gameplay ziet. Want dat is eigenlijk het leukste van, uh, van de video. Als ik gelijk een soort van site laat zien. Want het is eigenlijk de site die jullie zien. Want die checklist is van Rockstar zelf. Dus dat is het uh, makkelijkste. Hij is gelinkt aan je eigen account. Waardoor alles wat je op die site ziet. Echt, um, ja, gewoon perfect is. Bijvoorbeeld uh, alle... Parts die je hebt gevonden, die staan erbij. Maar ook alle parts die jij niet hebt gevonden. Die zijn echt gelinkt met jouw account. Waardoor jij bijvoorbeeld niet uh, naar een plek toe rijdt, naar een part die je al gevonden hebt. Er staat echt bij: van: deze heb je nog niet gevonden, deze heb je wel gevonden. En verder staan er alle missies die je hebt gedaan, alle side missies, alle strangers, alle hobby's, alles staat erbij. Dus het is echt een hele goede uh, checklist. En alles wat jij dus al hebt gedaan staat erop en alles wat je nog niet hebt gedaan staat erop. Dus het is heel makkelijk om te volgen. Want persoonlijk heb ik best wel veel games van Rockstar 100%. Ik heb Midnight Club, um, ik heb GTA 4, uh, even kijken, GTA Bald of Gay Tony, uh, Lost and Damned, uh, Red Dead Redemption. Het zijn allemaal games van Rockstar die ik 100% heb gehaald. En uh, games van Rockstar staan erom bekend dat ze vrij uitgebreid zijn. En het is dus ook best moeilijk om alles uh, te, ja, te complete, zeg maar. om alles gedaan te hebben waardoor je echt een checklist nodig hebt. En dat is bij GTA 5 ook te val. Daarom laat ik jullie dus deze checklist zien. We zijn bijna gefinished, dus dan uh, laat ik jullie gelijk die, um, die checklist zien. En dat is nu. Dus ik ga even naar, uh, naar internet toe. Nou, zoals je nu ziet, is mijn uh, beginscherm gewoon van de computer. Nou, dan klik ik op, uh, op Google of op Internet Explorer, maakt niet uit wat je hebt. In ieder geval kom ik op deze pagina terecht, gekke. <laughs> ik hoop dat jullie me ooit gezien hebben. <laughs> dan gaan we naar Rockstar. Ja, je kunt dus gewoon naar Rockstar, Rockstar games. Dan kom ik op deze pagina terecht en de Social Club. Je kunt ook gelijk naar social club gaan, maar ik doe even dit. Dat is voor jullie denk ik het makkelijkste. Dan zie je dus hier mijn, uh, mijn account. En dan zie je je maakt niet uit waar je op klikt. Je komt uiteindelijk op hetzelfde terecht. Ik klik wel gewoon op profiel. Oh, rechtermuisknop. Wel de linker. Maar ik deed de rechter. Nu kom ik op deze pagina terecht. Dan zie je dus mijn account dat is gelinkt met die van de PlayStation. Volgens mij is dat wel de bedoeling. Want als je dat niet doet, dan is die, um, die pagina, die checklist is niet up-to-date. In ieder geval uh, voor de rest zie je Crews. Je kunt maar True joinen. Dennis Crew. Uh, waarschijnlijk, misschien dan al wel meer uh, members, ik hoop het wel op het moment 104 hier zie je dus de games van Rockstar, Red Dead Redemption, GTA 5 uh, Battle of Gate Tony, Lost and Dead, Midnight Club en GTA 4 allemaal 100% dus je kunt daarop klikken, je kunt vervolgens ook hierop klikken, je ziet dus GTA 5 op het moment bijna 83% maar uh, laten we zeggen, ik klik hierop. dan gaan we dus naar uh, de pagina van GTA 5, nou je ziet dus uh, parier, je ziet mijn personages van singleplayer en die van multiplayer je ziet ook welke ik het meest gebruik, dat is Franklin ik gebruik ik echt veel meer dan de rest. Hier zie je ziet ook dat ik bijna geen geld heb, dat komt ik op het moment geïnvesteerd heb. Dus daar staat hij nou even niet bij. En uh, ja, hier ben ik 30,5. In ieder geval, je gaat naar Checklist toe. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling, je gaat naar Checklist. Dan kom je dus uiteindelijk op deze pagina terecht. En dan zie je dus uh, alles wat je kunt doen. En dit is echt alles wat je moet doen voor 100%. Dus het is op zich niet heel veel. Hier zie je alle missies, die heb ik dus 69 van de 69. Kun je ook kijken hoe ze allemaal heten. En uh, als je het dus niet gecomplete hebt, dan staat er een slotje bij. Dus je ziet. Nou, hier heb je dus hobby's en pastimes. En dan kun je eens kijken, wat moet ik allemaal doen voor die dingen te completen? Nou, dit hoeft waarschijnlijk niet. Want die staat bij Collectors Edition only. Maar um, hier, je moet naar nou, nou strip toe en dan de Private Dance. Nou, die heb ik dus blijkbaar nog nooit gedaan. Dacht ik van wel, misschien heb ik hem dus nooit gesaved. Dus uh, dan kun je eens even kijken wat je allemaal moet doen. Er zijn dus ook dingen waar, bijvoorbeeld de uh, Arms Traffic Ground One. Nou, ik weet niet wat dat precies is. Nou, Als je dat wil weten, dan, uh, dan kun je eigenlijk hier niet veel uh, mee doen. Dan zul je zou waarschijnlijk gewoon op Google moeten kijken. Er staat dus overal een kleine beschrijving bij wat het precies is. Maar uh, ja, als je dus niet weet wat het is, dan uh, moet je gewoon even op Google kijken. Want er staan gewoon gekke dingetjes bij. Hier triathlon, dat is gewoon makkelijk. Dan weet je dus dat je die dingen moet doen. Er staan gewoon nu allemaal op de kaart. Hier golf, tennis, die heb ik allemaal nog niet gedaan. Dan weet je dus gewoon dat moet je doen om uh, het spel 100% te halen. Verder rest heb je uh, Strangers and Freaks. Nou, dan zie je dus allemaal missies. Als je misschien wel denken, ja, ik heb niks aan de titel van de missie. Ik wil weten waar ik die kan complete. Nou, daar komen we zo meteen op. Hetzelfde is dus, is dus bij random events, bustour, al die kleine dingetjes, security van. Die kun je dus allemaal overvallen. En uh, hier van alles en nog wat. Neer, naar de kapper gaan. Complete 25, Under the Bridge. Knife flights, nou, al die dingetjes, die kun je gewoon allemaal doen. En uh, dit zijn gewoon dingetjes. Die, ja, hier als je zegt naar de kapper. Nou, dan weet je wel wat je moet doen. Natuurlijk, uh, purchase a haircut. Uh, als je niet weet wat dat is. Nou, in ieder geval, dat is dus dat je uh, een kapsel moet kopen bij de kapper. Nou, als je niet zo goed bent in Engels. dan moet je dat gewoon allemaal in Google intypen. Moet je gewoon gaan vertalen. Want daar kan ik je natuurlijk ook niet allemaal bij helpen. Ik kan moeilijk al die dingetjes nalopen. Want dan ben ik gewoon dadelijk uh, heel lang bezig. Ik heb dan ook een video van 50 minuten. Dat is niet de bedoeling. Maar in ieder geval, dit is eigenlijk het belangrijkste. Dit is uh, de complete kaart van, uh, van GTA. Met alles erin wat je kunt vinden. En hier zie je dus al die dingetjes. Laten nou, we zeggen, we zetten hier even wat dingen uit. En ik wil alle space parts vinden. Nou, ik heb ze dus allemaal gevonden. Die staat ook found. Dan uh, laat hij alles zien wat jij gevonden hebt. Nou, als jij wil uh, weten wat je allemaal niet hebt gevonden, dan doe je gewoon not found. Nou, in dit geval staat er niks, omdat ik ze dus allemaal gevonden heb. Hetzelfde geldt voor die uh, letter scraps. Maar als we deze even uitvinken, en we gaan bijvoorbeeld random events. Deze random events heb ik allemaal nog niet gevonden. Dit zijn ze allemaal. Dus alle gele heb ik wel gevonden. Dus, allebei, het heb ik niet gevonden. Dat is heel makkelijk. Dan rij je gewoon naar die plek toe. En dan ga je die gewoon even, uh, ga je die gewoon even halen. Dit is het makkelijkste. Het is hetzelfde met Strangers. Nou, welke Strangers heb ik allemaal nog niet? Nou, die staan dus allemaal die vraagtekens. Dan rijden je er gewoon naartoe. Het kan zijn dat ze er niet altijd zijn. Soms zijn het met, uh, met andere personages. Bijvoorbeeld met Trevor of met Franklin of met Michael. Het zijn dus soms voor één van die personages. Soms kun je ze met allemaal doen, soms niet. En soms zijn ze gewoon op een bepaalde tijdstippen niet. Maar dit is eigenlijk heel makkelijk. Vooral met die uh, andere twee dingen, deze. Als je dus gewoon kijkt welke heb ik nog niet gevonden. Dan, uh, dan vind je daar gewoon, bijvoorbeeld uh, die je not found. Dan kun je dus alles vinden wat je niet gevonden hebt. En uh, dit zijn dus allemaal. Dat is veel makkelijker dan dat je gewoon op internet gaat zoeken, bijvoorbeeld naar een complete map. Want hier staat dus ook gewoon bij welke je niet, nog niet gevonden hebt. Waardoor je dus niet gaat zoeken naar dingen die je al gevonden hebt. En uh, ja, dit wil ik jullie gewoon even uh, laten zien. Ik denk dat heel veel mensen dit niet weten, want heel veel mensen kijken niet echt op Rockstar. Misschien wel vanwege die, uh, die stats die je nou kan kijken, ook met online. Maar mensen, mensen kijken niet echt naar deze... Uh, Checklist. En uh, ja, ik denk dat het uh, makkelijk is, volgens mij, die trofies kunnen ook nog uh, kijken. Als je ze laat. Hij laatste Ja, er staat verder niet extra beschrijving, maar je kunt hier even kijken of het trofies je trofies allemaal hebt. Alle vraagtekens. Maar in ieder geval, uh, ja, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Als jullie er iets aan hebben, laat alsjeblieft een like achter van hey, Dennis, bedankt. Want uh, dat zou ik enorm waarderen. Dat vind ik toch wel, uh, wel fijn. En als je niks aan hebt, ja, laat ook maar gewoon even achter van Dennis. Ja, sorry, ik heb er niks aan, maar laat dan weten waarom je er niks aan hebt. Omdat je er misschien niks van snapt, of dat je niet op de pagina kan komen. Want ik zal voor jullie precies deze pagina, socialclub.rockstargames.com, zal ik in de beschrijving zetten. Klik je erop, kom op deze pagina terecht. Je moet je aanmelden. Nou, waarschijnlijk heb je dat al gedaan, want als je je aanmeldt, krijg je dus een extra wapen en een extra auto. Dus sowieso doen. Ik heb bij mensen gehoord dat, 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 dat het linken niet 100% werkt. Nou, dan denk ik toch dat de fout ergens bij jullie moet zitten. Ik heb nergens last van gehad. Dus um, in ieder geval ik hoop dat jullie het leuk vonden Ik hoop dat ze er iets van hebben En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer Dus uh, tot de volgende keer en houdoe